Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Tim Akkerman. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, lieve liefhebber van de gitaar, een hele goede dag. Je kijkt en luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Het is seizoen 2, aflevering nummertje 5. En in deze podcast praat ik met mijn favoriete gitaristen over hun leven. Met de gitaar als de rode draad. En dankzij het coronavirus doe ik het dit seizoen anders. Normaal gesproken ging ik altijd met mijn podcast setje bij de gitarist in kwestie langs. En dan namen we het op. Maar ja, we mogen elkaar natuurlijk allemaal wat minder zien. En alles wordt nu allemaal wel iets soepeler. Maar ik vind het wel fijn, want nu, ik hoef de deur niet uit en ik ben graag thuis. Dus we doen het gewoon live via de wonderenwereld van het internet. Tof dat je er bent. Tof dat je kijkt en luistert. Als je wil reageren, dat is heel erg welkom en meegenomen. Want dan kan je namelijk direct invloed uitoefenen op de podcast. Dat kan je doen door te reageren via de chat op YouTube. Dat kan je doen op de chat via Facebook. Dat komt allemaal hier zo binnen in de headquarters. Ik ben ook benieuwd waar jullie nu vandaan aan het kijken en aan het luisteren zijn. Dus laat het ook even weten. Plaats en locatie vooral. Zit je in je woonkamer? Zit je misschien, ben je gevlucht van je vrouw? En zit je, weet ik veel, op zolder met je koptelefoon op? Geen idee. Misschien ben je wel de was aan het vouwen. Nog even wat andere huishoudelijkheden. Mocht je nog niet gedaan hebben, abonneer je op de podcast. Dat kan je doen op mijn YouTube-kanaal. Je kan dat ook via Facebook doen. Daar ga je naar Gitaarmannen, de podcast. Ook op Instagram ben ik te vinden met dit platform. Apenstaartje Gitaarmannen en ook natuurlijk op Twitter, het riool van het internet. Jazeker, apenstaartje Gitaarmannen. Even kijken, wat heb ik verder nog aan dingen? Oh ja, wat ik echt te gek zou vinden is als je een recensie achterlaat op bijvoorbeeld Apple Podcasts. Als je dat doet, dan maak je gewoon kans op... ik druk op het verkeerde knopje jongens, dit gaat over de superchat. Oh, heb ik weer. Dat is ook leuk, als je een superchatje doet... Dan gaat het lampje wat ik hier achter heb staan gaat knipperen. En dan wordt jouw vraag met voorrang behandeld. Hoe leuk is dat? Maar dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde zeggen dat als jij... even kijken hoor, dat kan ik hier doen. Zo. Op het moment dat jij een recensie achterlaat... vanaf vorige week tot en met begin juli... dan maak je kans op een van de items uit mijn Gitaarmannen shop. Dus laat die vlammende recensie achter en wie weet krijg jij dadelijk wel zo'n fijn ding toegestuurd. Oké, dan is het nu tijd om onze gasten bij te halen, mensen. Het mocht wat kosten vandaag. Het mag sowieso altijd wel wat kosten, want deze man die heeft furoren gemaakt met onder andere Direct. Daar ken jij hem van. Ik kocht ooit mijn allereerste serieuze gitaarversterker bij deze man in de legendarische Haagse muziekwinkel Rock Palace. Inmiddels is hij wel onder het juk van Direct vandaan, zeker wel. En dat heeft hij onder andere te danken aan zijn Bruce Springsteen tour. De deelname aan de beste zangers, maar natuurlijk vooral zijn eigen steengoede muziek. We gaan het komende uur onderzoeken wat Tim zijn band met de gitaar is. Dames en heren, ik ga hem proberen erbij te halen, kijken of het lukt... Mag ik een kaart applaus voor de enige, de echte, Tim Akkerman. Ja. Hallo Den Haag. Ben je daar? Ja, ik wel. Ik zo gelukkig. Applaus ik binnenkreeg. Ah, wat fijn zeg. Wat fijn dat je er bent, Tim. Hoe is het met je? Ja, ik ga heel goed, Ed. En we hebben al achter de schermen natuurlijk vaak contact met elkaar. En we bespreken bepaalde dingen, want wij worden ontzettend, hè, dat is ook gebleken. Ondanks dat we allemaal thuis moesten zitten in het begin, halverwege maart, toen zijn we ontzettend actief en creatief geworden. Ja, dat kan je wel en zeggen, ja. Deze podcast is daar weer levend bewijs van. Ik bel je vaak om technische vragen. Hoe doe je dat dan toch? Waarom klinkt het altijd zo goed bij jou? Waarom ziet het er zo goed uit? En dan geef je altijd weer heel netjes antwoord terug. Dus we zijn allebei, denk ik, ondanks dat onze hele agenda werd leeggeschrapt, toch wel ongelooflijk actief bezig. Ja, nou ja, dat is absoluut waar. Ik zie jou ook bezig natuurlijk met het nodige. Volgens mij het meest recente ding waar je heel enthousiast over bent,
is het Estafestival. Hoe heet dat precies? Ja, het Estafestival. Ja, het Estafestival. Ja. Een beetje aan het einde van het gesprek, Ed. Je bent nee. zo enthousiast over. We gooien hem gelijk erin, want dit is allemaal, heeft allemaal te maken. We doen het begin even een stukje corona-geneuzel. En alles wat er omheen hangt. En daar gaan we het over gitaar doen. We weten alles als geen ander dat onze podia allemaal grotendeels gesloten werden. En dat, wat ik net zei, de hele agenda leeg werd gehaald. Mm-hmm. Maar we zijn natuurlijk niet de enige sector die ongelooflijk naast de pot piste. Er waren het wel meer. En waaronder de horeca, die ook het heel zwaar heeft. En dan nog specifieker qua horeca is dat de strandtenthouders of de strandpaviljoenhouders het heel zwaar hebben. Want toen de corona uitbrak, toen bleek het supermooi weer te zijn. Maar ze mochten niemand ontvangen. Nee. Want we zaten allemaal thuis. Dus het was een heel zure, echt een hele zuur begin voor hun. Toen kwam ik op het volgende idee. Aangezien, dat is net weer bekendgemaakt, dat vanaf 1 juli de versoepeling is dat er gewoon weer eigenlijk onbeperkt mensen op een kluitje mogen. Hè, dus ja. eerst was met in achtneming van de 1,5 meter natuurlijk. Hè? Uiteraard, dat wel. Ja. We moeten wel gewoon alle regels nog daarin doen. Maar het is niet meer zo dat er ongezend geteld wordt, maar wel rekening wordt gehouden met de afstand. Nou, ik kwam met het volgende idee. Hoe leuk zou het zijn om een soort estafette te organiseren met een aantal verschillende strandpaviljoens. In dit geval zijn dat 4 strandtenten op het Zwarte Pad in Scheveningen. En 4 artiesten die elke keer hoppen van de ene strandtent naar de andere strandtent. Een half uur daar optreden en vervolgens een hele leuke middagavond verzorgen voor al mensen, al publiek. Wat gewoon kan blijven zitten. Want die hoeft nergens naartoe. Die krijgt gewoon voor 2 uur lang krijgen ze leuk entertainment voor de mic. Nou, dat balletje had ik opgegooid bij eerste instantie bij de strandtenthouders. Vinden jullie dat misschien een tof idee? Nou, die waren helemaal enthousiast. Ja, en dan moet je natuurlijk artiesten benaderen. En toen, het is geen geslijm, maar jij was de eerste die bij mij opkwam. En wat ik het heel tof vind om te doen. En ik belde je op en jij was even enthousiast. Dus jij bent in de pocket. Daarnaast ga ik zelf natuurlijk ook wel wat doen. Dat vind ik heel leuk om alleen maar te organiseren. Dus ik ga er zelf ook nog 4 keer staan. Elske de Wal. Hey! Ja, hele toffe dame die echt zichzelf ongelooflijk fijn kan begeleiden. Maar ook een bloedmooie stem heeft. En die komt niet alleen, hè, Elske? Ja, dit keer komt ze wel alleen. Nee, want ze is zwanger. Ja, ook Renaud. Klopt. Ze komt met z'n tweeën, maar ze gaat zelf alleen performen. Ja, precies. Ja, het zou anders wel heel knap zijn, inderdaad. Ja, nee, klopt. Ze is zwanger, dus ik hoop dat het allemaal nog in blijft en dat ze niet op een gegeven moment weeën krijgt als ze daar halverwege is. Dat zou ik zonde vinden. Nee, ik zag van de week nog een foto dat ze ergens aan het optreden was en er is nog weinig van te zien. Als het maar goed gaat, is het belangrijkste. Ja, absoluut. En als laatste, Pat Smith. Hey! Voor de Haagse is dat een zeer grote en trekker. Onze nachtburgemeester overigens. Ja, nachtburgemeester inderdaad. Dus, maar voor Splendid. Mensen zeggen van, waar ken ik die naam van? Ja. Hij is de frontzanger van Splendid en die heeft veel overuren gemaakt. Dus die gaat wel trouwens samen met iemand alle strandtenten af. Oh, dus, cool. Esta Festival, zo gaat het heten. En heb je al een datum? Dat kunnen de mensen in de agenda zetten? 19 juli. En 19 juli, hè? 19 juli. Dat gaat zet hem ook even in mijn agenda. Nog naar buiten komen. Maar ik kan wel alvast benoemen welke strandtenten er in dit geval mee gaan doen. Waar je dus ons viertjes kan zien optreden. Dat is het strandtent buiten. Hey, Culpepper, Zomers en als laatste is dat Manta. Gek man. Dat zijn fijne strandtentjes om te spelen. Ja, ik kijk er onwijs naar uit. Ik had natuurlijk al in mijn agenda gezet natuurlijk, zoals je begrijpt. Hey, laten we het even hebben over de gitaar, want daar zijn we hier voor tenslotte. Wat was de leeftijd? Nou, je bent opgegroeid natuurlijk gewoon geboren en getogen in de Zeehaldenbuurt, toch? Dat is echt waar jij woont daar ook nu nog steeds, toch? Klopt, ik ben de straat niet eens uitgegaan. Ik heb wel verschillende huizen gewoond, maar op een of andere manier is mijn lot zodanig vastgelegd dat ik gewoon in deze straat blijf wonen. Hoe ben je dan in aanraking gekomen met gitaar? Speelde jouw vader gitaar? Of nee, was de gitaar dat in de straat? Was eigenlijk toen ik heel jong was, toen was ik vooral heel erg getriggerd aan een drumstel. Ik wilde heel graag drummen. Ja. Op mijn 11e had ik met al mijn spaargeld en vakantiegeld en verjaardaggeld bij elkaar gesprokkeld om een akoestische drumstel, een Pearl, te kopen. En toen had je nog de Via Via krant. Dat is de marktplaats van nu, maar dat heette toen Via Via krantje. Een geel blaadje met allerlei mensen die zich ofwel iets aanboden, ofwel ergens vragen hadden. En er was in dit geval iemand die had zijn drumstel te koop. Dus ik als 11-jarig ventje met mijn vader langs die man. En toen mocht ik die drumstel voor minder dan dat hij eigenlijk de vraagprijs was. Want hij vond het zo schattig, zo'n jong ventje.
Die heeft heel lang bij mij thuis in de kelder bij mijn ouders gestaan. En dan ging ik elke middag op hakken. Maar ik kan geen maat houden. Wat dat betreft, mijn drum skills zijn echt niet zo heel hoog. En iets later, toen ik in de middelbare school, toen kwam ik bij een leerkracht die een muziekles gaf. En die zag eigenlijk al heel gauw dat ik al veel meer met iets met tonen en noten moest doen. Ik ging heel vaak achter de piano zitten in plaats van achter het drumstel. En die gaf mij de tip van, joh, is het misschien, zou een gitaar niet een instrument voor jou zijn? Want ik zie jou ongelooflijk met toonladders werken. En ik zei toen nog, nee joh, ik heb te dikke vingers en dat kan ik allemaal niet. En nou, ik heb de meest vrouwelijke handen, denk ik, dus zo dik waren ze niet. En eigenlijk op mijn 14e begon ik een beetje met gitaar. Ik kreeg een gitaar van die leraar mee en wat akkoorden. En die ben ik gewoon thuis gaan oefenen. En echt binnen de kortste keren schreef ik al zelf liedjes, wat achteraf uniek bleek te zijn. Maar ja, in plaats dat ik werk van anderen probeerde onder mijn vingers te krijgen, was ik al met melodieën bezig en liedjes schrijven. En bewijs daarvan is een van de allereerste die ik heb geschreven. Dat is onder andere Let Me Go van Direct. Echt? Later. Ja, dat heb ik op 14e geschreven. En op mijn 15e schreef ik uiteindelijk Moederdag. Dat is uiteindelijk bij Kinderen voor Kinderen terechtgekomen. Dus het is grappig. Toen waren al liedjes bij mij heel erg bezig. Ik was heel bezig met melodieën schrijven. Maar ik had nog geen eigen gitaar. Het was een leengitaar die ik had. Dus ik dacht, ik neem hem wel mee. Ik laat hem even zien. Ja, deze kant. Dus kijk eens even. Jij begon net over Rock Palace. Nou, die zaten in eerste instantie in de Torenstraat nog in een kleine winkel. Ja, aan de overkant. Aan de overkant boven, met die verdiepingen. Nou, lekker als je boven een dikke, zware versterker naar beneden moest tillen. Ja. Toen gingen ze verhuizen naar de overkant. En ze waren toen net in 1994, dacht ik, waren ze net over. En toen kwam ik daar als 14-jarig, 15-jarig mannetje. En toen had ik deze Vester, een beetje een Ibanez-achtig gitaartje, zo'n S-line. Hij moet gek, hij is zo vals als een kraai, maar het is gewoon, het is mijn allereerste gitaar. En ik wist van tevoren, deze moet nooit wegdoen. Ja. Dit is mijn allereerste gitaartje. Oh man, wat een lelijk ding. Ja, maar dat zijn van die dingen, daar zit gewoon je allereerste gevoel zit daarin of zo, weet je wel. Dat maakt het, dat maakte toch eigenlijk de allermooiste gitaar die je misschien wel ooit hebt gehad. Nou ja, dat is één ding. Want mijn vader, dat wist ik helemaal niet, was op dat moment dat ik die gitaar ging kopen. Ja. Dus hij op een gegeven moment naar een van de collega's gelopen. Van, joh, mijn zoon die op school gaat het niet zo heel lekker. Ik wil hem eigenlijk een beetje werkervaring op laten doen. Zou hij hier een middag of zo iets kunnen doen? Gitaren poetsen of whatever. Asbakjes legen, maakt niet uit. Maar dat hij een beetje het gevoel heeft wat werkervaring om te doen. En dat mocht het. Maar wat bleek nou? Daar gingen echt gitaren allemaal de deur uit zonder betaald te worden. Omdat ze gewoon werden meegejat. Ze hadden niet echt een goed alarmsysteem voor de gitaren. Dus hebben ze mij gevraagd om even een oogje in het zeil te houden. En ik heb op een gegeven moment ook in die hele periode heb ik twee mensen ook echt op hete daad betrapt. Echt betrapt. Dus dat was wel spannend. En dat was Spike en... En zo ben je bij Direct gekomen. En Jane ben heel drumstel en zijn vader, nee. Maar jij bent op een gegeven moment gaan werken bij Rock Palace. Want ik weet dus nog, ik ging op een gegeven moment met mijn vader naar Rock Palace om een amp te kopen. En dat moet denk ik 98 geweest zijn of 97, iets rond die tijd. Ja. En daar stond zo'n blauwe Hughes & Kettner Vortex. Met die buizen nog. Ja. Weet je wel, echt zo'n een verschrikkelijk lelijk ding was dat ook. Maar ja, ik had zoiets van, dat ligt wel in mijn range, weet je. Dat kan ik wel betalen. En toen heb jij me dat ding verkocht, oude autoverkoper. Ja, goed hè? Ja, dat weet ik nog wel. Hughes & Kettner zijn ze altijd. Ja, dat was echt... ik heb daar best wel veel op gespeeld. Maar ik weet nog wel, want ja, er werkte natuurlijk altijd een beetje oude gasten. En jij was echt gewoon zo'n enthousiaste jonge knakker die daar gewoon lekker enthousiast aan het vertellen was. En dat heeft me toen wel echt over de streep getrokken. En toen, een jaar of twee later denk ik, toen dook je in één keer op in Direct. En Just the Way I Do, ik heb toen in de podcast met Spike ook al gezegd, dat was toen echt wel in één keer gewoon raak. Dat nummer. Hoe is dat nummer toen tot stand gekomen? Nou, hij is origine in de Rock Palace geschreven. Echt? Je had voor mij is het 98 of 97 waarbij Anouk met Are You Kidding Me uitkwam. Ja. Dat vond ik zo'n gek loopje. Er zat zo'n drive in. Dus dat ik, en wat ik eigenlijk altijd deed na sluitingtijd, dan is het natuurlijk één groot Walhalla, zo'n winkel als dat. Dus ik ging allemaal gitaartjes proberen. En dan schreef ik allerlei dingetjes in die testhokjes. Want achterin had je van die testhokjes. Bloed heet altijd, maar het was wel echt, je kon lekker herrie maken. En daar heb ik de eerste riff van Just Away geschreven.
En wat gebeurde er op een gegeven moment? Ja, Jamie kwam met zijn vader, Dick, kwam die Rock Palace binnen. En Jamie is echt het meest getalenteerde muzikant ever. En die was toen 15 jaar, 14 jaar. En ja, die kon gewoon rondom zijn eigen leeftijdsgenoten kon hij dit muzikanten vinden die en het niveau had wat hij had, of hadden wat hij had. En daarnaast is dat ze niet altijd even gedreven waren. Hij wilde echt met muziek bezig zijn en ook echt daar werk van maken. Ja. En toen is Dick, de vader van Jamie, toen naar Dennis van Hoorn gegaan. Die werkte daar op de drumafdeling. Ja. En hij begon van, joh, kan jij niet iets zoeken van jonge muzikanten die ook echt serieus met muziek bezig willen zijn, maar die ook het niveau hebben wat Jamie heeft, gewoon getalenteerd. En daar een soort scoutachtige vorm. Zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. En toen kwam Dennis naar de hand, kwam die naar mij toe. Zei, joh, ben met een bandje bezig te vormen. We zoeken alleen nog gitarist, zanger. Zou je dat leuk vinden? Want ik weet dat jij dat doet. En ja, ik zei, ik sta daar erg open voor. Ik had wel andere type bandjes, maar dat waren meer van die hobbyachtige bandjes. Mm-hmm. En volgens afgesproken in Musicon. En we zaten daar een kop koffie te doen. En het eerste wat ik tegen mezelf zei, want ik zag drie jonge gasten zitten. Bas was dan nog de oudste daarvan. Ik was dan zelf de alleroudste. Maar ik zie daar twee pubers zitten. Ja. Waarvan ik echt een soort vooroordeel had van, nou ja, sorry, maar ik heb geen zin om gitaarles te gaan geven aan hun. Sorry. Nee. Zo stond ik in eerste instantie. En een week later zouden we dan de oefenruimte induiken om te kijken of er misschien een klik zou zijn. Nou, drie liedjes hadden we als covers hadden we al afgesproken om te spelen. En ik had mezelf als minste voorbereid. En ik ga die oefenruimte in. Ik was ook nog eens een keer te laat, want ik was een muzikant natuurlijk. Ja, tuurlijk. En ik stap binnen en die gasten spelen het weg alsof ze het al jaren in de huid hadden, dat ze het al jaren hadden gespeeld. Ja, en dan sta je met bek vol tanden. Ja. En toen had ik een soort troef in mijn handen. Ik dacht van, nou, misschien kan ik wel eens iets voorspelen. En ik schrijf ook liedjes, misschien is dat wel wat. In mijn achterhoofd gedacht van, nou weet je, je loopt me wel uit. Want ja, wie kan nou, als je nog nooit een liedje hebt gehoord, nooit hebt kunnen voorbereiden, hoe speel je dan even mee? Dat lukt niet. Ja. Nou, dat bleek niet echt waar. Want uiteindelijk halverwege het liedje dat ik aan het voorbespelen ben, kijk ze even welke akkoorden ik pakken. En ze spelen het in één keer mee. Dus de eerste avond hebben wij voor mij al drie nieuwe liedjes geschreven. En Dick en Dennis die kwamen op een gegeven moment naar een uurtje kijken of wij hoe het ging, of er een klik was. En wij begonnen enthousiast te vertellen, ja, we hebben al drie liedjes geschreven. Dus, ja, die drie covers bedoel je? Nee, gewoon drie nieuwe tracks. Ik dacht, dat weet je niet. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, en dat een van de eerste liedjes was dus Just The Way I Do. Zo man, dat is wel gelijk raak. Ja, dat, nou ja, weet je, ik heb dat toen ook al in de eerste podcast met Spike ook gezegd. Dat ik dat in mijn handen gedrukt kreeg via een vriend van mij. Waar ik samen de programmering van Dormy Bella in Leidschendam mee deed op dat moment. Ja. En dat we gelijk dachten, wow, dit is zo vet. Maar ja, daar was ik niet de enige in. Want Rob Stenders, die heeft jullie toen twee keer geloof ik gedraaid. In het één uur en gelijk na het nieuws nog een keer zoiets. En toen gingen bij Bas alle telefoontjes af. En, de rest is geschiedenis. Ja, dat is toch mooi, man. Laten we even gelijk een kleine fast-forward doen. Want op een gegeven moment ben je ook in een musical gaan spelen, hè? Buddy Holly. Ja, en klopt. Ik krijg een vraag binnen via... Even kijken of ik dat zo makkelijk kan doen. Wacht even. Via het wonderschone Ik moet het hebben gezegd, Ed, maar ik vind echt Star Trek is niks bij jou. Het is zo kick en zo geëvanceerd dat jij daar hebt, jongen. Het is echt... Ja, ze noemen me ook wel... Ik hou van knoppen, maar niet zulke knoppen. Nee, precies. Nee. Even kijken, maar het moet wel werken. Dat is wel natuurlijk het andere verhaal. Ik zet je onder druk. Ik zet je onder druk, sorry. Wacht. Kijk, hier is die hoor. Ja, Jannie Smit zegt... Ja. Tim, hoe kijk je terug op de musical over Buddy Holly? Want dat was natuurlijk wel even mega uit die spreekwoordelijke comfortzone. Of niet? Ja. Ja en nee. Het kwam eigenlijk op mijn pad. Ik had net Anno achter de rug. Anno was mijn eerste soloalbum die ik had gemaakt. Ja. En er zat een gat eigenlijk van ongeveer een jaar waarvan ik niet helemaal wist wat ga ik doen. Ik moet er ook bij zeggen dat normaal gesproken bij Direct zaten we, hadden we een platencontract. En daar werd allemaal alles bekostigd. En ik had toen ik solo ging, heel bewust de keuze gemaakt. Ik wil alles zelf kunnen doen. Dus als ik nat ga, ga ik zelf nat. En dus ik heb geïnvesteerd in Anno destijds. Nou, dat was niet een bestseller, dus dat was best wel een terugslag. Pittig was dat. Dingen, ja. Daar leer je van. En Buddy Holly kwam eigenlijk precies op het juiste moment. Want ik werd benaderd door Albert Verlinde. Achteraf bleek ik dat hij was getipt door Barbara Barend. Die weer hem getipt. Je moet Tim eens benaderen, want dat is een getalenteerde muzikant. En ik denk dat het acteerstukje hem ook wel goed ligt.
En dat was ook meteen de eerste discussie toen ik ervoor werd gevraagd. Want ik ben niet van de musical. Ik zeg heel eerlijk, ik hou er helemaal niet van. En zeker als er danspasjes in voorkomen, ben ik al weg. With all the respect, want het is echt heftig, maar ik ben er niet van. Dus eerst gesprek was ik meteen ook wel, ik wil wel een paar dingen echt op tafel hebben gelegd. En als dat voor jullie een no-go is, dan zijn even goede vrienden, maar dan is het niks voor mij. En dat begon dus over het stukje musical, het stukje acteren. Ik had gezegd, ik ben geen acteur, dus ik wil echt de les in. Nou, dat heb ik ook gekregen. En als laatste zei ik, ik heb de Engelse versie, die kreeg ik als voorbeeld, kreeg ik dat toegezonden. En die vond ik te theatraal en te mooi gemaakt. Terwijl Buddy Holly, wat ik zo te gek vind van Buddy Holly, is dat hij een van de grondleggers is geweest van de rock'n'roll naast Elvis Presley. Maar dat vind ik het grootste verschil. Dat weet ik niks ten nadele van Elvis Presley, want dat is een fenomeen. Maar Elvis Presley heeft nooit zijn eigen muziek uitgebracht. Het waren andermans liedjes. Allemaal covers eigenlijk. In de jaren 50 was dat heel gebruikelijk. Dat je een liedje schrijven had, je had een performer, je had een producer. Maar alles, Buddy Holly deed alles. En dan was die ouder dan 22 jaar. Hij was 17 toen hij al achter die knoppen zat. Dus vond ik zo ongelooflijk interessant. Dus ik ben helemaal in zijn verhaal gedoken om te kijken van wie is die man? Wie is die jonge vent die zoveel, 117 liedjes. En op zijn 22e natuurlijk overleden. Dus ik vond het zo integrerend. Dus ik zei, ik wil dat verhaal wil ik echt zo puur mogelijk en zo echt mogelijk neerzetten. Ja. En dus ik heb ook echt het type gitaar weten aan te schaffen. Bij Max Guitars toen geregeld. En zijn oude Bassman versterker. Met zo'n bak van de reverb erbij. Echt. Ja. Ik heb nou even niet staan hoor. Maar het is een oude 50's Strat. Echt super kicken. Ja. En ze waren ervoor om dat op die sound ook echt zo te houden. Dus ook met een aantal personen. En dat hebben ze zich aan gehouden. En dat vond ik de trigger om het te doen. Ja, een stukje acteren is gewoon een stukje groen gras waar je dan wordt meegesleurd door een ervaren acteur als een Frans van Deursen. Oh, die had je als tegenspeler? Of, Ja, hij was, heb ik even zijn naam kwijt wat hij naar welke rol hij speelde. Hij was zowel de manager als later speelde hij ook weer een andere rol. Maar hij was zeg maar maar in ieder geval qua acteren heb ik zoveel van die man geleerd. Ja. En dat vond ik ook interessant. Ik vind acteren hartstikke leuk, maar ik voel me geen geboren acteur. Ik ben echt muzikant daarin. Ja. Maar ik vond het wel heel leuk om even een beetje te snuffelen in die keuken. En laten we eerlijk wezen, het is natuurlijk een mega productie. Als je daar de hoofdrol van mag spelen, dan ben je ook stom om dan nee te zeggen bij eerste instantie. Dus. Ja. Ja, het is natuurlijk ook iets wat gewoon op dat moment ook, it pays the bills, behoorlijk. Ja. Het is een even weer dat je als het ware weer even vooruit kan. Je kan weer even bijtanken, zeg maar. Maar hoe heb je die, want hoeveel shows waren het? Want het is best wel een uitputtingsslag ook, zo'n musical. Ja. Het waren uiteindelijk 94. Dat is best pittig. Ja. Bedoel, met Direct had je natuurlijk. Ja, kijk, met Direct had je natuurlijk al best wel veel gespeeld. Maar dit is toch wel andere koek. Omdat het zo. Ik heb zelf ook met een musical meegewerkt. Met twee eigenlijk. Eerst met de afscheidmusical van groep 8. Toen ik, maar dat is natuurlijk heel lang geleden. Daarnaast het Soft the Musical heb ik toen een muziek voor gemaakt. Klopt, ja. Dus met Peter, toch? Ja, met Peter van Bluff inderdaad. En daar was ik ook heel erg betrokken bij. In ieder geval de opstart. En ik heb gezien hoe hard werk het is om zo'n productie van de grond te krijgen. Maar dan op een gegeven moment, dan gaat het lopen. Dan is het een soort van trein en dan is het een routine. En hoe heb je dat ervaren? Heb je dat ervaren als iets prettigs? Ja en nee. Ik ben erachter gekomen dat muzikanten hele andere type mensen zijn dan acteurs. Ja, dat is wel echt zo, ja. Ik ga daar niet omheen draaien. Die hebben echt het is net hoe ze hun bed zijn uitgestapt. Het is echt, ze kunnen ontzettend meegaand zijn en heel erg betrokken. Maar de volgende moment dan kan je ze niet aanspreken. Dan hebben ze even geen echte talk to the hand verhaal. Ja. Heb ik het minst. Ik ben een soort chameleon, dus ik vind mijn weg wel. Maar het viel me op hoeveel zij daar echt in kunnen switchen, zeg maar. Terwijl de muzikant weer, we spelen ons dingetje wel, we zetten het op en we gaan weer. Ja. Daar had ik wat meer band mee dan bij de acteurs. En ik weet ook wel, dat is ook wel een ding binnen de musical wereld. Die gaan natuurlijk van hut naar her, van de ene productie naar de andere productie. Je bent heel intens met elkaar. Ja. Op het moment dat die periode voorbij is, dan lijkt het net of men elkaar niet ziet of niet kent. Nee. Dat ze het weer loslaten. Ja, wat mij heel erg is bijgebleven van zeg maar het verschil met muzikanten en acteurs. Dus muzikanten hebben toch over het algemeen wel zo'n
vibes van ja, niet lullen, maar poetsen en fixen het gewoon en we gaan gewoon. Ja. En acteurs hebben toch ja, iets meer drama aan de kont hangen. Ik weet nog dat een stukje Sleaze and Dirt, ik noem maar geen namen en rugnummers hoor, maar ik weet nog dat tijdens een repetitie dat ik daar rondliep en het ging er best wel heftig aan toe, want het was echt zo'n pressure cooker, weet je wel, en er gebeurde echt van alles. En dat ik dan echt, nou, ik heb nog nooit zoveel volwassen mensen zien huilen in hoekjes van zalen. Ik denk echt van, wow, ja. Wow, dit is echt niet mijn wereld. Maar ik vind het wel interessant om eens een keer mee te maken. Maar zou je er ooit nog eens een keer, als je nog een keer gevraagd wordt voor zoiets, doe je het er nog een keer? Of zeg je van, nou nee, dit is eens maar nooit meer? Ik zou je heerlijk zeggen, Ed, ik heb geleerd om dat niet meer te zeggen van ik doe nooit iets. Ik heb namelijk altijd gezworen dat ik never nooit, al zou ik gevraagd worden voor de rol van Jezus, voor de Passion, ga ik niet aan mee. Doe ik niet. Doe ik echt niet. Nee. Ja, kijk, en wat gebeurt er? Toch gedaan. Ja, dus toch, ja. Omdat het gewoon, je verandert in je optiek, verandert in je keuzes. En op het moment dat je heel stellig iets zegt, ik doe het nooit, dan sta je ook eigenlijk voor jezelf ook met -3. Want dan uiteindelijk kom je dan op jezelf terecht. Ik zeg, ja, ik vond het toen niet. Ik vond net met Songfestival. Ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik vind namelijk de wedstrijdelement wat achter het hele fenomeen zit, daar trek ik gewoon niet. Ik vind dat je muziek niet in een wedstrijd gewoon moet doen. Dus heel met je eens. Dat is voor mij de reden om daar niet te willen staan. Stel dat dat minder wordt of dat het meer echt een springplank zou kunnen zijn om je carrière een boost te geven. Ja, oké, dan is het over na te denken. Alleen het heeft nog niet echt bewezen dat dat heeft gedaan. Ja, misschien hooguit voor Ilse de Lange. Ja. Maar ik ben een beetje, weet je, dat soort dingen ben ik huiverig voor. Alleen als ik nu heel kaart tegen jou gezegd, ja, dat ga ik nooit doen. Nee. En we spreken elkaar bij, spreken over 2 jaar. En er is toch iets op het pad gekomen waardoor ik in één keer wel sta. Vind ik het zwak voor mezelf uit. Dus ik ben altijd een beetje huiverig om meteen iets te zeggen, dat doe ik niet. Dus hetzelfde geldt voor musicals. Ik weet het niet, misschien komt er zo'n vette productie waar jij bijvoorbeeld ook met Sof aan mee mag werken. Want dat lijkt me heel tof om die opdracht te krijgen. Ja, dat is heel tof. Nou, ik zou je zeggen, ik ben een paar weken geleden gevraagd voor The Voice of Holland. En dat mag je natuurlijk niet zeggen dat je ervoor gevraagd bent, maar daar ben ik wel. En, ik heb als kandidaat bedoel je? Ja, als kandidaat. Dan heb ik nog een mooi verhaal voor je. Maar ga verder. Oh, ja. Nee, ik heb er vriendelijk voor bedankt. En met dezelfde reden die jij net aangaf. Van ja, weet je, het is echt te gek als je daar je carrière mee kan beginnen. Als je bijvoorbeeld, ik heb daar met wat mensen ook over gesproken. Bijvoorbeeld Niels Geusbroek heb ik gesproken erover. En die zeggen van ja, toen ik eraan meedeed, had ik nog geen solo-werk uitgebracht. Weet je, had er wel een hele carrière erop zitten met Silverstone. Maar hij was als solo-artiest nog niet gelanceerd. Ja, ik heb er nog eens even over nagedacht. Ik denk, ja, dan winnen ga ik toch niet. Maar als ik meedoe aan een wedstrijd, wil ik wel winnen. Dus dat gaat me mateloos frustreren. Ja. Ik heb op een gegeven moment op mijn Twitter iets geroepen van, nou, ik ben voor iets gevraagd. Waar denken jullie dat ik voor gevraagd ben? Er was wel geteld één iemand die zei van, nou, volgens mij ben je gevraagd voor The Voice en dat moet je niet doen. De rest zijn allemaal beste zangers. Nou, kijk, dat is nou iets, daar zou ik wel heel graag aan mee willen doen. En daar zou ik ook gelijk ja op zeggen. Dan zou ik nu al in het vliegtuig zitten, terwijl ik niet eens weet waar ze naartoe gaan. Maar dat is gelijk even een mooi bruggetje naar het nu volgende ding wat ik even wil laten zien. En horen. Want ja, de beste zangers, dat is voor jou natuurlijk wel even een momentje geweest, Tim. Natuurlijk wel echt. Dat is natuurlijk wel echt even te gek geweest, of niet? Ja, nee, krijg ik weer kippenvel. Ja, dat begrijp ik, ja. En dat voor de mensen die het hebben gemist of niet hebben gezien, niet dat je iets hebt gemist, maar het niet hebt gezien. Dat liedje Winner heb ik geschreven voor mijn broer. Mijn broer is rolstoelgebonden, is met spinnen bifida op ruggetje geboren. En ik heb hem nog nooit horen klagen over dat die dingen iets minder makkelijk kan dan dat wij als valide mensen kunnen. Mm-hmm. En vandaar was dat de basis voor het liedje Winner. Ik vind, hij slaat zich altijd onwijs positief doorheen. Nou, dat verhaal natuurlijk ook verteld aan beste zangers. En vervolgens
komt Floor Jansen met haar engelenstem en die gewoon door zo diep in je hart weet te raken met haar performance. Het is niet te doen. Maar niet uit, al geef je een kinderslaapliedje aan haar en ze weet het nog vol binnen te brengen. Dus die combinatie, alles bij elkaar. En toen ik het verhaal ook vertelde van over Winner en over mijn broer, dan zie je het verhaaltje natuurlijk voorbij komen. Ja. Maar als je, dat heb jij ook, je hebt een prachtig liedje voor je dochter geschreven. In het begin was dat een ontzettend emotioneel trein waar je in gaat. En op een gegeven moment heb je een soort vorm gevonden om het heel mooi te performen. Ja. Maar dat hele emotionele komt misschien af en toe wel eens naar boven, maar daar heb je een vorm gevonden. Niet dat je het minder belangrijk vindt, maar daar heb je op een gegeven moment een tool voor gevonden om het mooi te kunnen doen. Nou, dat geldt ook voor mij, voor Winner. Op een gegeven moment heb je daar een manier voor gevonden om te performen. Maar als iemand anders het voor je zingt, man, dan komt het zo hard binnen. Want elk woord wat je dan wordt toegezongen, is het wat jij hebt verzonnen. Waar jij het filmpje, op het moment dat je dat liedje schrijft, voorbij ziet komen. Ja. En het mooiste vind ik van alles, is dat ik nog ook voor het hele vooropnames met de productie had gezegd van, ja, sorry, ik weet dat het programma is vooral bekend om de tranen, om de emotie en zo. Ja, ik ben daar niet zo, ik ben een beetje, ik ben open, maar dat stukje pijn of wat dan ook, dat laat ik niet zo snel zien. Nee. Ik wil janken doe ik sowieso al niet. In het algemeen leven doe ik dat ook bijna niet. En vervolgens gebeurt dat en ik breek daar. En dat nu weer, weet je, je ziet gewoon dat ik zo word geraakt. Ja. Ja, mooie tv kan je natuurlijk niet hebben. Dat is voor die makers natuurlijk goud. Maar voor mij was het zo mooi, omdat het kwam allemaal zo. Het was ook het laatste liedje van mijn uitzending. Het klopte allemaal. Het was zo gaaf. Zo ja, dat kunnen ze wel. Ik had 2 weken geleden of 3 weken geleden Marcel Visser te gast in de podcast. En het is zo mooi om te horen hoe ze die met hoeveel liefde ze dat programma vormgeven. En met hoeveel eerbied voor de zangers en zangeressen en voor de liedjes. Ja, dat is wel te gek. Hey, maar laten we nog even teruggaan. Want je ging dus uit Direct. We gaan eventjes weer. Het is echt even in de tijdmachine. Ja, ik voel me inderdaad net hoe heet die? Marty Back to the Future. Maar Direct, solo carrière start. Ik had het idee dat je daar even een beetje moest ingroeien of zo. Omdat je natuurlijk toch uit zo'n wijze rijdende trein in één keer sprong, misschien wel zelfs. Maar nu heb je wel echt gewoon je ding gevonden. En is die gitaar die links achter jou staat, die blonde, is dat niet een beetje de oorzaak? Is dat de Bruce Springsteen gitaar? Nou, Bruce Springsteen heeft me vanaf al jonkers aan al geraakt. Dat, zeker toen ik op een gegeven moment met Direct een beetje begon te groeien. Begin 1999 zijn we begonnen met de band. 2000 begon het om wat serieus te worden. Zijn we achter de schermen ontzettend gecoacht door Dennis Dienat van Keen. Daar deed het voorprogramma van. En 2001 begon het echt voor ons. Toen kwam het album uit, et cetera. Maar in 2001 volgens mij, of 2000, ik weet het maar even het jaartal kwijt. Wanneer Springsteen na jaren weer voor het eerst naar Nederland kwam om een show te geven in de Ahoy. Met de Ryzen. Ja. Dat was toen net uit. Het was mijn eerste keer dat ik hem live zag. Dus ik had wel al de link van zijn muziek, maar niet wat die kracht van die man is. Ja. Totdat ik daar op dat veld stond. En ik stond er inmiddels 2,5 uur of zo, misschien wel 3 uur. En ik kreeg een beetje kramp in mijn benen. En ik zeg met mijn neef waar ik mee was, van joh, ik vond het wel een beetje lang duren. En op het moment dat ik dat uitspreek, denk ik, wat loop ik te zeiken. Die man die staat van hurt naar her te springen en te spelen. Hij blijft maar gaan. Hij stuurt halverwege zijn band van het podium, gaat zelf nog even 5, 6 liedjes solo doen, achter de piano, de gitaar, ging nergens over. Die man die bleef maar gaan. En nog weer een duk uur erbij. Het was fenomenaal. En toen dacht ik, die energie die hij daar gaf, met het gemak ook nog eens een keer, dat gaf mij zo'n ongelooflijke boost en een trigger van, oké, dit is wat ik echt zou willen. Dit is wat echt voor mij, als ik weet dat ik de mensen kan meenemen op dat moment in een euforie, dat we samen dit feestje maken, dan begrijp ik ook echt wel waarom die fenomenaal is. Want hij staat niet met de arrogantie van, joh, ik ga jullie wel even inpakken. Nee, hij staat er van, jongens, ik heb zin, maar ik hoop jullie ook. Ja. En dan, dat is een sneeuwbaleffect. Dat weet hij elke keer weer te raken. Pas veel later, eigenlijk, ben ik gaan beseffen van dat je altijd naar je hart moet luisteren. Want wat je zei, Direct was een rollercoaster. Er gebeurde van alles en nog wat. Ene succes na het andere succes. Het leek wel alsof het gewoon nooit zou kunnen kapot gaan of stoppen. Ja.
Ja, en intern, waar we op een gegeven moment, dan word je ook ouder, je interesses veranderen, ook op muzikaal vlak. We deden altijd alles met z'n vieren. We besloten alle unaniem, democratisch bepaalde beslissingen. En op een gegeven moment gingen we Tommy, direct to Tommy, dat is van The Who, origine, ja. Is vertaald door Jan Rot en geregisseerd door Jos T. Supermooie productie, heel abstract, maar echt, wij hebben, was unaniem ook al meteen al besloten, we gaan echt de plaatversie spelen van A tot Z. Elk akkoord, elke noot, elk ding moet in de tiek zijn van de plaat. Want er is natuurlijk ook een filmversie van gekomen, er is later ook zelfs een musicalversie van gekomen, waarmee ik een verhaal weet dat Piet Duizend heel boos weg was gelopen. Het was een of andere Zweedse versie. Was hij voor uitgenodigd. En dat hij volgens mij na de hand nog naar de gitarist liep. Van, joh, vind je gitaar spelen wel leuk? Weet je zo. Daar ging ja. Dus die was na de Muse. Dus hij was ook helemaal klaar om al die versies te zien. Waar wij van baalden. Want we hebben natuurlijk wel benaderd destijds. Van, joh, kom onze versie kijken. Ja. Anyway, daar deed toen ook Vince van Reken ging toen voor het eerst mee. Paulien Bakker ging voor het eerst mee. Caroline Dest ging als achtergrondzangeres mee en speelde de moeder van Tommy. En Marcel Veenendaal ging mee, dat hele tour. Die was gastzanger, die was Uncle Ernie en hij was de vader in het beginscène. Dus die heeft ontzettend veel mooie rollen overgenomen. En gaandeweg, er waren ook echt flink wat shows dat we daar deden, zie ik in één keer gewoon bij mezelf al een soort verandering plaatsvinden. Van, ja, ik voel me niet meer zo lang in de vorm waar wij nu met direct bezig zijn. We waren toen al bezig met het schrijven van nieuwe muziek voor een nieuwe plaat binnen het contract. En ik zag in één keer gewoon de liefde tussen hun en Marcel ontstaan. Met het plezier die zij onderling hadden. Maar ook dat wij de pauze of de tijd gebruikten tussen de soundcheck en performance. Daar zat echt zeeën van tijd tussen. Die werd heel erg ingevuld met allerlei nieuwe ideeën. Waar Marcel gewoon ongelooflijke goede inbreng in had. En waar een ongelooflijke chemie ontstond. Ja. En ik stond dat aan de zijkant een beetje te bekijken. En voor mij was dat op een gegeven moment echt definitief de gedachte van, oké, dit werkt niet meer. Nee. We moeten keuzes maken. En ik dacht van, hoe mooi is het nu om na 10 jaar symbolisch, maar ook gewoon naar een totaal andere type productie, afscheid te nemen van elkaar, elkaars paden te respecteren. En ik denk dat het is inmiddels 10 jaar geleden dat ik die keuze heb gemaakt. Maar ik kan nu zeggen dat daar alleen twee dingen uit voortgekomen zijn in plaats van geen. Ja. Dus in het begin werd het natuurlijk niet begrepen, want je stapt een succesformule uit. Je hebt een of andere geoliede schip op een cruiseschip wat echt van heel de wereld overheen gaat. En jij gaat een of ander roeibootje in. Ja, succes vriend, maar die hoge golven, die ga je niet redden. Ja. Dus uiteindelijk, achteraf gezien is het natuurlijk altijd heel makkelijk om dingen te analyseren of uit te leggen. Maar er was wel echt de basis van het gevoel om die keuze te maken. Ja. Van, zij hebben de liefde weer gevonden in een nieuwe persoon. Ja. Ik ga mijn liefde weer vinden in de type muziek die ik wilde maken. Of wil maken, nog steeds. 180 graden. Ja. Weliswaar de richting op. Maar het klopt. En ik denk dat, maar jij wist dat wel ook gewoon, jij wist denk ik ook wel van, oké, dit wordt gewoon de weg van de lange adem, echt opnieuw beginnen, klein beginnen en volhouden. Gewoon net zoals Bruce Springsteen, gewoon het enthousiasme blijven uitstralen. En uiteindelijk, nou ja, de basis, die was er natuurlijk. Toch? Nou, en, je hebt een rugzak aan ervaring. Ja. Je weet bij wie je moet zijn om dingen te vragen. Eén ding waar ik bijvoorbeeld niet wilde zijn was bij een grote platenlabel. Want die hebben toch een vetorecht op dat moment. Ja. Je zag ze ook steeds meer independent worden. Heel veel kleine maatschappijtjes gingen verloren. Dus een paar grote majors die bleven bestaan. Ja, dan zijn de belangen anders. Dus ik ben er heel erg gaan nadenken. Plus, en dat heeft me ook echt wel gesterkt, ben wel eens gaan analyseren van de artiest die ik dus heel erg te gek vind, van een Springsteen, maar ook een Joss Whitter, dat misschien wat minder bekend is bij het grote publiek. Dus daar kan ik tal van andere muzikanten opnoemen. Maar die waren ook al, als ik ze analyseerde, al 10 jaar bezig. We hadden pas bij een derde album, hadden ze echt pas succes. Dus ik heb altijd dat cyclus heb ik altijd vormen genomen. Van ja, ik heb gewoon heel veel tijd nodig. Maar dan krijg je er uiteindelijk ook iets voor terug, mits je maar op datzelfde pad blijven wandelen. Want op het moment dat ik wij spreken dance was gaan maken, of weer een andere stijl muziek, dan hebben mensen van, ja, wat is hij nou? Wat is zijn identiteit? Dus mede dankzij ook Buddy Holly heeft het ook zeker voor mij gedaan, om te kijken van, oké, je moet gewoon puur blijven. Springsteen heeft dat helemaal bij mij natuurlijk wakker geschud, van, nee, dit is wat waar ik me ontzettend prettig bij voel. En ja, ik heb dan natuurlijk die tour gedaan met Springsteen, maar het begon met 1 optreden in de Paard, wat binnen no time was uitverkocht. Ja, toen voelde je waarschijnlijk van, hey, I'm onto something here. Dit is iets, een soort van wat,
wat mijn eigen ding gaat verbinden met wat ik had en wat ik wil gaan bereiken of zo. Kan ik me voorstellen. Ja, klopt. En het gaf me ontzettend vertrouwen. Want dat het zo snel wordt uitverkocht, gaf mij het vertrouwen. Oké, mensen geloven erin dat ik dit kan doen. Want er is maar één iemand die het echt kan. Dat is hij zelf. Dus wie ben ik om zijn muziek te gaan vertolken? Dus het moest ook geen tribute-achtig ding worden. Dat was gewoon echt op mijn manier beleef ik. Dus als ik zijn muziek in mijn hart beleef, probeer ik te performen wel met de kaders die hij heeft gegeven. Met zijn muziek. Dus ik wil er geen jazzversie van gaan maken. Maar gewoon puur zijn sound. Ja, de essentie. En wat je zegt, ik heb daar een ontzettende brug mee geslagen voor een nieuw publiek, wat misschien in eerste instantie een ander beeld van me had toen ik bij Direct zat. Wat logisch is, want ik heb dat 10 jaar, ben ik daar het gezicht van geweest. Ja. En al die mensen komen achteraf naar je toe van wauw, ik wist niet dat je dit ook kon of dat je dit doet. Of ja, zo vind je gewoon weer een nieuw publiek. En is dan die blonde gitaar linksachter van jou, is dat dan een soort van de verpersoonlijking van dat avontuur, want dat is natuurlijk ook echt de Springsteen-gitaar, wat mij betreft. Ook. Ja, klopt, daar speelt het nog steeds op. Ja. En het is een 67er. En, geen reissue, maar gewoon een echte 67. Echt origineel, ja. Gewoon echt, het klinkt ook niet helemaal goed. Ik heb er wel opnieuw laten spoelen en zo, maar het is wel, het houdt, alles is gewoon uit dat jaar. Maar wat je zegt, het is wel een soort bouwsteen geweest. Oké, ik ga voor mij de goede richting op. Ik heb nu voor mezelf iets gevonden qua sound. Want ik heb dan 3 solo-albums uit, die alle 3 toch, die hebben wel een lijn. Dus de zang is wat steviger geworden. Begon met Ando heel erg in het luisterliedje. Ja. Liedjes, jaren 70, een beetje Dumb and Clean, samen met de Garfunkel sound. Journey is wat meer, The Rising wat vriendelijker. En Lions of Cry, mijn laatste plaat, is natuurlijk een broken heart plaat geworden. Mm-hmm. Want ik natuurlijk midden in de scheiding zat, ik moest het van me afschrijven. En dat wilde ik ook graag laten horen, dat breekbaar. Dat is ook wel gelukt. Ja, er zijn heel goede reacties op. En ik denk ook daarin is ook bijvoorbeeld de Eifeliek, mijn huidige band waar ik mee werk. Die ging al mee met de Journey, dat was de eerste ontmoeting met ons. Ja. Dus 2014. Maar toen vond ik ook echt wel dat het eindelijk tijd werd om ook die band gewoon echt een goede naam te geven. Want ik doe het niet alleen. Ik sta wel als Tim Akkerman op het podium, maar ik sta toch echt wel met 4 andere gasten achter mij. En daaromheen weer een team. Doen we het met elkaar. En dat gevoel was op een of andere manier, doordat we Tim Akkerman en The Eifeliek hebben gevormd, kwamen we er eigenlijk achter dat het dus gewoon een gouden greep lijkt te zijn. Dat ook een logica voor heel veel mensen is geweest. Ja, dat is. En dat legt ook volgens mij de link met Bruce Springsteen en de E Street Band. En daarmee blijft het gewoon ook, zeg maar, samenwerk of zo. Wat je daar met die energie gedaan hebt, dat neem je weer mee in je nieuwe project. Je gaat niet in één keer heel iets anders doen. Van nu ga ik toch maar weer heel klein singer-songwriter of in één keer dance of iets, want dan is al die energie voor niks geweest. Nu weet je het mooi mee te nemen. Dat vind ik wel, wel te gek. Ik zie ook hier een reactie binnenkomen van Pieter Beemsteboer. Die zegt, Tim Akkerman sings de Bos was een hele, hele vette show. Uitroepteken. Oh, cool. En dat zelfde Pieter en Ellen Renze, die zegt, Tim, je had nog een goed verhaal naar aanleiding van Edson, een verhaal over The Voice. Vertel. Oh ja, leuk dat mensen kregen. Vertel, Tim. Ja. Nou, jij was niet de enige die benaderd is. En dan moet ik even bij voorbaat zeggen dat ik schrijf liedjes voor onder andere Talpa. Talpa is natuurlijk de geest van The Voice. Dus ik schrijf ook liedjes voor vaak Voice-kandidaten. En er was een jaar dat ze me op een gegeven moment hadden benaderd. En ook nog via mijn artiestenpagina in plaats van gewoon rechtstreeks. Nou, dacht ik gewoon in hun bestand stop, maar blijkbaar niet. Maar ik werd door iemand gebeld en die zei van, joh Tim, we zijn bezig met The Voice en we dachten meteen aan jou, want we willen hier graag jou hebben. Ik dacht voorop de stoel. Ja, precies. Ja, dus ik dacht van, oké, niet helemaal mijn carrière gedachte, maar wie weet. Maar toen ging doorvragen, toen bleek het te gaan om een kandidaat als zijnde zanger. En met de ronde. Ik zeg, oké, dus ik doe mee met als zanger, bedoel je? Ja. Oké, het was even stil natuurlijk. Ja. Waarop zij zei van, het is natuurlijk logisch, want we even nadenken natuurlijk. Dit jaar doet Anouk voor het eerst mee. En die heeft gewoon één policy, het moet gewoon goede zangers zijn. Dus we kwamen meteen bij jou.
En dan zit je, ja, maar dat heb jij waarschijnlijk ook gehad. Dan zit je soort, met een soort valse schaamte van, oké, moet ik nou ontzettend beleefd zijn. En van, oh, wauw. Dankbaar. Of moet je juist misschien een soort van overtuiging, maar daardoor ook een soort arrogantie hebben van, ja, sorry, die weg heb ik al bewandeld. Ja. Ik ben niet echt nodig. Dus ik zei tegen haar, van, joh, mag ik erover nadenken? Ik zeg, ik hou het gewoon even open. Ik ga nog niet reageren, maar ik wil er even over nadenken. Toen ben ik ook serieus gaan nadenken voor wat voor voor- en nadelen zou het hebben. Nou, ook inderdaad met Nieuws Geusbroek of met Charles Luske deed dat jaar ook mee. En, of nee, die deden eerder mee. De verschillende muzikanten gebeld van, joh, hoe hebben jullie het ervaren? Nou, ik kwam eigenlijk al gauw achter. Het is gewoon niks van mij. Het is helemaal niet waar mijn hart ligt. Dus ik belde terug en ik zeg, ja, ik heb over nagedacht, maar ik heb een aantal vragen. En toen zei, de eerste vraag was van, nou, oké, die draaidagen, want ik heb natuurlijk heel veel van tevoren gedraaid. Ja. Zijn dat hele dagen? Of ja, dat zijn hele dagen, dat is oké. En wat voor uurprijs mag ik daarvoor rekenen? Ik ga vol zakelijk erin. Ja, tuurlijk. Dus zei, nee, uurprijs? Nee. Ik bedoel, ik heb natuurlijk wel een goede PR, maar het is niet dat je daar betaald voor krijgt. Oh, oké. Maar stel dat ik nou een bedrag heb, een studio, klus of optreden of zo, dan ga ik ervan uit dat jullie vinden dat ik dat ook moet cancelen, dat ik dat vrijhoud. Ja, het is wel de bedoeling dat je de agenda vrijhoudt. Dus oké, dus het kost me geld, zeg ik. Ja. Dus je hoort aan de andere kant worden echt zo knaag van, oké, ja, ja. Nou, dan heb ik een tweede vraag. Hoe zit het dan met het contract? Want ik weet dat er een contract getekend moet worden. En ik weet een beetje uit sommige bronnen dat het toch wel te manipuleren is om een soort van... ja, wat verder te komen. Ja, ja. En, in ieder geval dat je niet bij de allereerste ronde er al uitvliegt. Nee, dat is aan de kijker natuurlijk. Oh, oké. Okay. Nou, nul dus. Ja. Dus nou, dan ga ik, dan denk ik dat het dit voor mij niet echt iets is. Maar je mag me altijd bellen als die stoel vrijkomt of zo. Of als je achter de schermen coaching nodig hebt, maar hartstikke tof. Maar nou komt het hele ironische aan het hele verhaal. Echt praktisch een week later, ik lieg niet, een week later. Dus die hele opnames waren nog niet eens aan de gang. Maar een week later word ik gebeld van, joh, we hebben dan en dan een sessie. En dat was dan wel 2 maanden later. Voor de finalisten van The Voice. Ja. Dus oké, dus ik word nu gevraagd om mee te doen. Stel dat ik mee, dat is een week geleden. Dus over 2 maanden weten ze al wie daar eigenlijk aan de eindrace binnen zitten. Daar moet ik dus nu liedjes voor gaan schrijven. Ja, het was voor mij gewoon klaar. Ik zeg, weet je, het gaat voor mij niet op. Is dat prima wat je zei? Het kan een springplank zijn voor zeker beginnende artiesten. En het meest wrangen vind ik persoonlijk, er komt zoveel kwaliteit voorbij op beeld. Zoveel dat je, wauw, wat komt er uit die strot? En vervolgens hoor je niks meer van diegene. Wordt niet gecoacht, wordt niet gedaan. Nee. En klopt. Ik heb echt serieus nagedacht om eens een keer een goed bureau op te richten. Gewoon voor om die zangers of zangeressen op jonge leeftijd gewoon te steunen. Ja. Van, joh, weet je, het is niet dat je wereld nu in één keer in elkaar staat. Sterker nog, neem dit juist mee als ervaring en volg je hart. Maar dat zit in mij. Dat, ik weet gewoon, daar doe ik niet goed aan. En wat je net zei, ik heb misschien 10 jaar nodig om uiteindelijk tot een punt te komen. Maar ik voel me er heel prettig bij. Ja, dat heb ik ook hoor. Kijk, voor mij was ook de reden om het niet te doen. Omdat, ja, weet je, ik ben echt al zo lang bezig. Ik ga nu niet in één keer meedoen aan The Voice. Want als ik mezelf... Ik zat gewoon te denken van, oké, dan zie ik mezelf in één keer bij The Voice verschijnen op tv. Dan zou ik denken, huh? Ja, Struilaert. Zit hij in één keer bij The Voice? Die heeft al 4 topsongs en er wordt overal gedraaid op de radio. Wat, gaat zeker niet goed met hem, dat hij in één keer bij de, weet je wel? Dat zou ik denken. En dat zullen andere mensen ook denken. En er zullen heel veel mensen zijn die het echt geen ene reet interesseert. Dan denk ik, hey, wat leuk. Weet je wel? Maar het belangrijkste is, wat vind je er zelf van? En ik zou gewoon doodongelukkig worden van het meedoen aan een wedstrijd waarin je wordt neergezet als verhaallijn, want dat is het natuurlijk gewoon, en waar je zelf eigenlijk geen invloed op hebt, want het werk werd natuurlijk helemaal gepaaid en helemaal, weet je wel, oh ja, ik weet precies wie je bent. Je hoeft mij niet te vertellen wie jij bent, want ik weet helemaal wie je bent. Waardoor ik dan gelijk denk van, oké, je hebt me echt vlak voordat je belde, heb je me zitten Wikipedia, weet je wel? Dat is dan dat soort gevoel krijg ik dan bij. Nee, dit is niet voor mij. Dit moeten gewoon mensen zijn die aan het begin van hun carrière staan. En ik ga niet als die gast van 40 daar in één keer. Zo van, misschien moet je die gitaar even wegleggen. Misschien, weet je wel. Dan wil je toch die gitaar wegleggen. En dat je in één keer gaat ze dansen. Nou ja, weet je, pa. Goed, genoeg daarover, Tim. Ik denk dat het voor heel veel wel zeker een platform kan zijn. Want wat er wel is gebeurd, en dat is natuurlijk wel een dingetje. Sinds ik eigenlijk ben, en dat heeft niet te maken met omdat ik ben vertrokken bij Direct, maar precies in datzelfde jaar gebeurde er heel veel dingen op tv. Of eigenlijk gebeurde er helemaal niks meer op tv, want heel veel dingen verdwenen. De MTV verdween, TMF verdween, de box verdween.
alle platformen waar je maar enigszins als muzikant je liedje kon performen, of het nou Jensen was of daarbij Paul de Leeuw, ja, dat is allemaal weggevallen. En zelfs hetzelfde jaar dat de wereldrijd door van 3 minuut naar 1 minuut ging qua performance. Het gaf wel een heel groot duidelijk beeld aan van oké, tv is niet meer zo vriendelijk naar de muzikant toe of de kunstenaar dat het voorheen was. En het sterkste argument, het ZEP-moment voor hun, want dan raken we kijkcijfers kwijt. Ja. Moet je ook afvragen of dat dan dezelfde kijkers zijn die je in je zaal wil hebben. En, als ik dan weer terug analyseer wat bijvoorbeeld een Jos Witter, normaal grotendeels kent hem niet. Maar als hij in Nederland optreedt, staat het altijd bammetje vol. Ja. Hij heeft gewoon zijn publiek. Hoe kan dat? En dus er is een groot publiek dat misschien zich op een andere manier voedt dan alleen het tv-wezen. Ik zeg er wel gelijk bij, sorry dat ik voor de lange antwoorden ben, maar ik zeg er wel gelijk bij, bijvoorbeeld zo'n beste zangers, wat heel verliefd wordt gemaakt, waar echt gewoon de muzikant centraal staat, het verhaal achter de muzikant, want dat is wat mijn hoofdreden was om daar graag aan mee te willen doen. Ik kon eindelijk eens een keer op een rustige manier mijn verhaal vertellen waarom ik keuzes heb gemaakt. En ik kon laten zien wat mijn zangkwaliteiten waren. Nou, die combinatie hebben mij ongelooflijk ver gebracht. En het grappige is, mede dankzij Florianse heb ik een ontzettende fanbase in één keer in het buitenland. Die gewoon echt uit alle hoeken en gaten van de wereld komen. Dat is bizar. Want ik krijg ook naar klasse net nog eentje voor. Ja, dat iemand die dan via die de slipje had opgestuurd. Ja. Ja, maar dat die daarna bedoel ik. Ja, precies. Ja. Net bedoel ik. Ja. Maar, dankjewel. Nee, maar het grappige is, muziek heeft geen grens, kent geen grens. Dus, en het internet heeft dat ook nog eens een keer weggevaagd. Dus met andere woorden, zo'n programma als bij Zangers is voor mij, en zeker voor jou, zou dat ook echt een heel mooi programma. Je kan laten zien wat jouw kunnen is. Precies. En dat, ja, bij de andere type programma's is dat minder mogelijk. Ze zetten je in je kracht, zoals dat heel fout heet. Wauw. We gaan even naar een paar dilemma's. Gewoon even ter onderbreking van ons ouwe hoer, want we zijn lekker bezig. We zitten al bijna een uur te lullen, joh. Gaat hard. En dat gaat echt. En ik zit alleen maar aan het water. Hé, hey, ik ook hoor. Ik ook. Ja, dat is al bijna op. En zonder technische problemen. We zaten nog even een tijdje te stressen van tevoren. Nou, mensen. U had het moeten meemaken. Het lukte allemaal niet. Maar uiteindelijk ging het gewoon keurig live. Oké. Ja, je hebt het net al gezegd. Stel, je gitaar staat of je gitaar staat in de fik. Welk huis neem je mee? Ja. Nee, je huis staat in de fik. Je mag 1 gitaar pakken. Welke pak je? Toch die, hè? Ja. Ja, zou ik toch ook doen. En qua akoestische gitaren, wat is je go-to? Is dat die zwarte naast je staat? Niet. Ik zat nog twijfel, maar het is de Hummingbird. Het is de J45, maar ik heb een Hummingbird. En daar zit gewoon heel veel liefde achter ook. Het is een briljante sound. Dus ik denk dat die twee als eerst, nadat natuurlijk alle levende wezens in het huis veilig zijn gesteld, lieve mensen. Of dat ik dadelijk weer klappen krijg omdat mijn kinderen niet veilig zijn gesteld. Maar dus die twee neem ik mee. Ja, nou, dat is heel, dat vind ik goed. Ik reken het goed. Even kijken, nou, vervolgens, je huis brandt nog steeds, iedereen is veilig. Je komt langs je paddleboard. Je rukt die kist eraf. En je denkt, oké, ik neem 1 pedaaltje mee. Wat is dat pedaal? Ik heb maar 1 pedaal. Nou, dat is makkelijk. Je stempedaal. Ja, de stempedaal. Echt waar? Ja, ik heb echt heel weinig. Ik heb toevallig onlangs mijn pedalboard opnieuw laten inzetten. En het zijn meer AB-switches dan dat er onwijs effecten... Wij kennen allebei Evert Sevelkink. Zeker. Die speelt over 2 jaar. Nou, dat is voor mij de cockpit, zeg maar, dude. Die heeft echt alles in een pedaal. Tegenwoordig heeft hij ook 1 en hetzelfde pedaal. Dus zo'n Zoom is dat. Oh ja. En die GX7, ik weet even niet welk type, of de H7, wat is het? Maar in ieder geval, die heeft dus echt zo'n heel apparaat. Dus voor hem zou dat 1 pedaal zijn. Maar die is van de effecten en de maar wat voor overdrive? Want je hebt wel een overdrive op je pedalboard. Nou ja, dat zit op mijn versterker. Oh, jij gebruikt gewoon... Old school. Ik heb een Orange 100 Verb. En daar zit AB op. En ik heb dan op zich... Ja, die heeft Evert dan wel voor mij in geïntroduceerd. Wat pedaaltjes, Strymon-achtige dingetjes. Maar... Ja. Voor de rest, ik ben niet zo van de effecten. Dat is ook wel mijn ding. Ik wil performen, ik wil het publiek kunnen zien. En ik wil niet zo'n tapdanser worden die moet gaan switchen met allerlei... Daar word ik helemaal panisch van. Je hebt wel... Je hebt dus eigenlijk... Je switcht je kanaal, zeg maar, op je Orange amp.
Dat is zeg maar van clean naar crunch of scheur of hoe dan ook. Ja. En geen compressiepedaaltjes, geen... Ik heb het wel erop liggen, alleen ik gebruik het eigenlijk nooit. Ik heb ook zo'n timeline, maar daar doe ik ook niks mee. Dat is nee. Ik ben gewoon echt de droge gitarist. Ik ben ook geen solerende gitarist, dus ik hoef geen booster te hebben. Ik ben echt gewoon akkoordenhakker en weet je, dat, ik wil altijd waken dat ik me te veel naar Springs zie. Maar als ik zie hoe hij performt, precies hetzelfde. Hij speelt de helft niet eens, omdat hij aan het performen is. Ja. Dat zou ik, die vrijheid zou ik ook wel nog wel eens willen zoeken. Van hoe ver ik dat kan doen. Er moet waarschijnlijk een extra gitarist mee. Ja, heb je nog wat te doen, hè, trouwens? Nou ja, je kan me altijd bellen. Ik ben altijd in voor een feestje, hoor. Ja, hoor, maar dat lijkt me tof. Om daar echt gewoon alleen maar de basisakkoorden in te leggen. Op het moment dat er een laag nodig is, een fles. Ja. Geen vliegen, fluiten, lenden. Oké, dus dan weten we ook al gelijk. Jij hebt dus een orange. Is dat een combo of is dat een top met een... Top. Een topje met een... Ja. En wat voor wat voor kabinetje heb je eronder staan? Nou, ik heb nu 2x12 van Evert geleend. Want die had het al te staan. Maar ik heb zelf... die staat nog steeds beneden. Dat is een bakbeest, maar dat is 4x12. Man. Ik heb die van mij echt jaren geleden alweer... een jaartje of 2, 3 geleden weggedaan. Ik had zo'n Marshall 1960. Oh, ja. Weet je wel, de classic... classic kabinet. Ja. Maar dat, weet je... Je hebt het eigenlijk gewoon niet nodig. Het is te groot. Het maakt te veel geluid. Eigenlijk beter, kleiner, maar dan gewoon beter. Weet je, qua sound. Ja, dat is wel een ding. Of Hoekse Kettner. Hoekse Kettner. Nou, heb je nog geen te koop staan? Nee, wat wel echt... Dat is echt bizar hoe de techniek daar op dat gebied omhoog is gegaan. Dat was vroeger natuurlijk al... Er moesten buizen zijn, anders dan hoorde die transistor hoorde je meteen al het verschil. Ja, dus de helft allemaal digitaal en ik hoor het verschil gewoon niet. Nee, het is niet meer te horen. Zeker niet. Ah. Het is misschien alleen voor de purist te voelen op het moment dat hij op het podium staat of in de studio aan het spelen is. Oké, we gaan door. Even kijken. Je moet een keuze maken. Fingerpicking of slag? Ja, ik toch voor slag. Waarom? Daar kan je net toch iets meer mee. Fingerpicking is gewoon een hele mooie manier. Maar als je daar 5 liedjes achter elkaar hebt gehoord, dan ben je ook al aan het slapen. Ja, dat is wel waar. Dat heb je gelijk in. Dunne of dikke plectrums? En zo ja, waarom niet? Nee, ik ben van echt medium. Ik heb medium. 0,73 heb ik altijd. Zijn dat Dunlops of welke? Laat eens even zien aan de mensen thuis. Oh, gewoon de gele. De classics is dat wel, hè? Of dat die scherp stelt, kan ik hem wel eens zien. Ja, dat is hem hoor. De Tortex. Ja, hij stelt niet scherp, maar we kennen hem. Ja, ik heb zelf de weg afgelegd van de gele, dus nu naar de paarse. En ik zit nu echt op de dikke Jetsers. Ik had vroeger een Jazz 3 altijd. Oh. Die rode, kleine rode dingetjes. Oh ja. Ja, dat is, dat, op de een of andere manier, het is zo toch heel erg bepalend, hè. Wat voor plectrum. Ik pak dan wel eens bij, gewoon als ik bij Key Music of weet ik veel waar, een muziekzaak. Als ik er ooit nog eens een keer echt fysiek binnen ben, dan maak ik er toch een beetje een hobby van om even wat nieuwe plectrums te pakken. Om te kijken van, misschien is dit toch wel inspirerend of zo. Maar nee, je gaat toch terug naar hetgene waar je altijd het meest vertrouwd mee bent. En ik had van de week, ik heb ze hier toevallig liggen, had ik even wat dingen in mijn... ik had een andere broek aan en deze waren meegewassen. Ja, ken je dat? Dat je dus je plectrums... Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb dus altijd hele zakjes vol. In mijn gitaarhoes. En die worden echt na een week zijn die al voor de helft weg. En ik kan dat. Oh ja. Deze is van Martin. En deze. Oh ja, Tordixie. Ja. Oh, nou. Nou, zo begint het. Oh nou, mensen. Even kijken, dit is 2.0 is dit. Ja, dit is echt super dik. Oh, wauw. Ja. Super dik. En ik speel dus nu eigenlijk altijd... Jezus man, ik word echt een beetje... 1.14, dat is die paarse. Dat is toch wel... daar ben ik nu wel echt helemaal weg van. CQ verliefd op. Even kijken, Malek die zegt... kan het irritante muziekje niet uit? Nee, dat is het item. Kan wel wat harder. Kan wel wat harder, Malek. Nee. Sorry man, ik wil je niet tegen de borst trappen. Sorry, ik wil een muziekje. Ja, precies. Ja, maar dat is ook een vraag die binnenkomt van Jay. Of JJ. Ha, Tim, kan je wat laten horen? Wil je wat spelen, Tim? Vind je het leuk? Wil je een liedje? Wat je wil horen. Wil je een liedje spelen? Zal ik de road doen? Ja, doe maar.
Dan zit ik mezelf... Heel nee, doe maar gewoon helemaal. We zitten niet bij de Wereld Draait Door, verdomme. Gewoon lekker spelen. Dan zet ik mezelf even uit. Even kijken hoe je qua geluid binnenkomt. Of dat... Gaat het audio technisch goed uit of niet? Speel nog eens wat. Ja, dit komt, is helemaal prima. Ja hoor, ja, dan, okay. Ik schuif mezelf even uit. Dan zeg ik, doe ik even alsof ik... Doe ik zo. Zeg ik, Nou, doe ik hier voor lieve mensen. Dames en heren, Tim Akkerman, live. I got room in the passenger seat. Come and spend a little time with me tonight. It's alright. Things went wrong and things went right. We all leave a lot of love behind. It's like, at least we try. Oh, wherever we may go, the sun comes up. Oh, I really need to know. I'm on the road again, and I'm like every other man. It's a necessary evil with my right foot on the gate. We're upon the go until we can, but the road will end. Mirror is a perfect view, lazy is always new, and I will be afraid. All I got is forward, crossing all my borders of you. Take your time, it's never too late. Ooh, ooh, ooh. I'm on the road again, and I'm like every other man. It's a necessary evil with my right foot on the gate. Tim Akkerman, jou hoor, live hier zo in Gitaarmannen, de podcast. Zo, lekker Tim, hé. Wat een applaus, man, heerlijk. Ja, dat hebben we gemist, hè, dat applaus. Ach, we hebben het nog even teruggekregen 1 juni. Mochten we het weer voor 30 mensen doen. Ja, hè, dat was toch leuk? Ja, ik vond het zo onwerkelijk toen dat... dat is vooral. Dirty 30, of nee, Lucky 30 festival. Nou, het was een beetje Dirty 30, hoor. Ja, het was een beetje Dirty, maar... Ja, nee, het was wel heel erg leuk. Even kijken, ik heb net een oproepje gedaan van jongens. Zijn er nog vragen? Dan is dit het moment. En er komen vragen binnen, Tim. Dus ik ga eens even kijken. Nou mensen. Wacht. Ja. Kijk. Als het goed is, op deze manier, dan krijgen we... Ja, kijk. Hebben we nog de vraag van Jannie openstaan. Maar er zijn meerdere vragen. Even kijken hoor. Wat komt er allemaal binnen? Zo, er komen een hoop vragen in één keer binnen. Ja, ik vraag erom. Pak even een smeuïge vraag erbij, Tim. Waarvoor? Dit is wel een goeie van Iris.
Iris Hulsbos. Die zegt, Tim... dit werkt toch niet. Struilaard. Sukkel. Wat vind je zelf het allermooiste liedje wat je hebt geschreven? Dat is een hele moeilijke, want ja, elk liedje heeft natuurlijk een bepaalde waarde. Anders dan zou je hem sowieso niet op gaan nemen en al helemaal niet uitbrengen. Het is net hoe je er tegenaan kijkt. Is dat sommige liedjes werken gewoon. Hè, die net Winner heeft natuurlijk voor heel veel mensen is dat echt binnengekomen. Dus dat is iets het allermooiste wat je als muzikant maar kan ervaren. Als andere mensen een raakvlak mee hebben. Ja. Maar ik denk. Het is net. Het is ook een momentum. Merk. Nou, laat ik het anders zeggen. Noem een liedje. Wat niet zeg maar bekend is bij het grote publiek, waarvan jij nu tegen de mensen die nu aan het kijken en aan het luisteren zijn, zegt van joh, dat moet je eens luisteren. Dat is een liedje wat ergens verstopt staat op een plaat. Ja, precies. Het zijn twee dingen. De laatste plaat staat een liedje dat ik naar mijn kinderen heb geschreven. Guilt heet dat liedje. Mm-hmm. En ik heb elk couplet aan een van mijn kinderen gewijd. Dus het is een heel lang liedje, want ik heb inmiddels 16 kinderen. Nee, flauw. Ik heb 3 kinderen, 3 coupletjes. Voor zover je weet. En dan moet ik er even bij zeggen dat ik bij de laatste plaat ook iemand in de arm heb gesloten die mij helpt met teksten. Want ik, zeker bij de laatste album, Lines of Cry, waren zoveel persoonlijke kwesties die ik mooi wilde beschrijven. Zonder af te doen van. Koen heette hij, Koen Horst. En die heeft mij zo ongelooflijk geholpen, ook met Guilt daarin. Ik had een interview met hem. Ik zei, dit zijn de schekjes die ik heb. Hier wil ik in ieder geval, dit wil ik erin kwijt, dit wil ik erin kwijt. En die heeft uiteindelijk een totaalplaatje van gemaakt. Toen ik dat voor het eerst las, toen dacht ik, wauw, dit lijkt alsof hij in mijn hoofd heeft kunnen kijken. Dus dat vind ik een heel mooi element. Een ander liedje wat mij altijd heel erg bijblijft, is het liedje Winter's Over. En Winter's Over is dat op mijn allereerste album. Is met een soort Nick Drake-achtige sfeer heeft het. Er zitten ook echt strijkers onder, zoals Nick Drake vaak ook later zijn arrangementen schrijven. En het bijzondere vind ik aan dat liedje is dat het gewoon heel erg vertaalt hoe ik mijn jeugd heb doorgebracht. En we hebben allemaal onze herinneringen qua geur en qua kleur en qua gehoor. Een bepaald geluid kan je weer terugbrengen. Dat is daar in dat liedje beschreven. Dit is een overgang van... Ik heb een best wel een donkere periode in mijn jeugd gekend. Maar dat was voor mij eigenlijk van... die sluit ik nu af. Door deze donkere tijd heb ik kunnen leren om ook het licht te zien. Ja. Dus Winter's Over is daar de titel van. Dus die moeten mensen gaan checken. Dat liedje vind ik het wel erg goed gelukt. Nou, er komt nog een andere vraag binnen. Eens even kijken hoor. Ik pak hem er even bij van... wacht even jongens. Wacht even. Dit is mijn snuffelstage. Zo, wacht even hoor. En dan doe ik even zo. En dan zo, wacht even. Want ik heb dat allemaal heel... Ik had vroeger, een paar maanden geleden, had ik dan 2 computers. En dan kon ik heel makkelijk, dan dit soort dingen tevoorschijn toveren. Maar ik ben nu... Ik vind ze zo knap dat je en kan praten en op de knop kan drukken. Ja, maar dat is een beetje... ik ben nu tijd aan het rekken. Dus vandaar dat ik het probeer uit te leggen. Even kijken hoor. Zo. En dan zo. Even kijken hoor. En dan dit zien jullie dan. En dan zeg ik... druk op dit knopje. En dan is... nu. Ja. Kijk eens ja, even. Ja, dat was hem. Corné, daar is hij hoor. Corné die zegt... waarom schrijven jullie niet eens een keer samen een liedje? Waarom hebben we dat nog niet gedaan, Tim? Nou... samengeschreven nog niet, maar ik vind een hele goeie. De schema's, denk ik. Druk schema. Ik sta er wel eens voor open. En wat ik wel ongelooflijk eer vind nog steeds, is bij Shadows dat jij daar zowel je zangpartij op je hebt genomen, als wel een bloedmooie solo. Echt, elke keer komt die bij mij weer echt even lekker binnen. Lekker. Dus daar ben ik je eeuwig dankbaar voor. Dus ja, hierbij zou ik zeggen, wel dat we heel, heel snel bij elkaar zitten. We mogen nu bij elkaar zitten. Dus laten we daar gebruik van maken. Laten we dat gewoon doen. Ik zal extra deo opdoen. Dat is altijd wel prettig. Even kijken hoor. Nee, ik doe wel een mondkapje op. Dus, ik heb nog echt een pet liggen. Nou, ik zou je vertellen over mondkapjes. Ik moest ik laatst met mijn kapper op. Nou. Eén tip, als je dat doet, poets even van tevoren je eigen tanden. Ja, joh, ik heb er altijd één bij me. Oh ja? Ja. Oh, wauw. Ja, goed. Ja, terug. Ja. Goed. Hij werkt. En lekker op de grond. Top. Lekker op de grond. Lekker, ik heb deze al gebruikt. Dus hier zitten allemaal bacteriën aan. Even kijken hoor. Ik ga gewoon de vragen gewoon stellen. Want eerder dat ik het er allemaal bijgehaald heb. Man, kom op zeg. Roeland die zegt, wow, beautiful Tim. Ging nog even over The Road natuurlijk. En tof jullie gesprek. Thanks. Nou, Roeland is ook een te gekke pianist natuurlijk hè.
Zeker, en ik wou zeggen, waarschijnlijk zal hij wel vaker dan jouw gitaarmannen volgen. Maar als je dat niet hebt, doe het alsjeblieft, want het is echt een leuke ad, wat jij doet. Nou, goed dat je het zegt, Tim, want mensen kunnen zich natuurlijk... dan gaat het weer verkeerd. Ik zit weer zo... Kijk, ja, daar zijn we. Ja. Kijk, gitaarmannen podcast zo, een belletje indrukken. Ja. Hartstikke leuk. En dan Instagram, kan natuurlijk ook, hè. Instagram, veel over gehoord. Stories en zo, hartstikke leuk. Twitter, het... het vogeltje inderdaad. Dus dat. En abonneer je natuurlijk gewoon ook op de podcast in je favoriete podcast app. Daar moet ik ook wat bij zeggen. Even kijken hoor, ik pak je weer even bij, boven in beeld. Oh jongens, ja, daar ben je weer. Hi. Even kijken, Malek die vraagt, kan je een plectrum door het scherm gooien? Ik zal het even proberen. Nee, dat gaat niet. Nee, helaas. Volgende keer misschien meer geluk. Even zien. Danielle die zegt via Twitter, via Periscope. Als je Tim ziet optreden, gaat hij in één stuk vol gas door. Waar haalt hij zoveel energie vandaan? Ik gebruik geen drugs. Dus dat is... Dat is wat eigenlijk het Springsteen ook in zijn boek heel erg mooi beschrijft. En dat, daar gaan we weer misschien. Maar het is wel erg waar ik mezelf ook in kan vinden. Hij krijgt de energie heel erg vanuit het publiek. En dat heb ik zelf ook. Ik vind ook, ik kan af en toe best storen aan het feit. Ik sta vaak op festivals, ga ik andere bands kijken. En soms mis ik gewoon een beetje het gevoel vanuit de band of de muzikant die op het podium staat. Van die mensen staan speciaal voor jou daar. Ja. Dus laat je dat ook merken. Laat dat blijken. Ja, dat laat het zien, laat het voelen. Ja, en ik noem even geen namen uit respect. Maar ik was één band die al heel veel hits heeft staan. En die elke keer draaide diegene... Zing eens een liedje van toe. Nee, doe ik niet. Ik vond het in ieder geval opvallend dat ik van wauw, dan heb je zo'n bak aan hits. En je gaat maar vanuit dat het allemaal maar meegaat. Maar je moet het wel die erkenning. En mensen die applaudisseren, neem dat in vangst. Bedankt daarvoor. Je hoeft niet elke thank you te zeggen, maar gewoon even knikje. Elke keer standaard draaide diegene de rug toe. Wauw, oké. Maar dat viel mij misschien op hoor. Misschien dat ik het totaal niet door had. Nee. Maar dat vind ik zonde. En dat is voor mij echt, dat geeft de energie. Als ik zie dat zulke glimlachen in het publiek. Mensen doen mee. En op hun eigen manier. Want je hebt ook wel eens momenten dat mensen gewoon kaart doorheen lopen. 32 jaar een klein breekbaar liedje aan het spelen bent. Jammer dan. Dan hoop ik eigenlijk dat de rest van het publiek diegene een beetje sommeert. Van joh, kan je wat stiller zijn. Maar voor de rest is mijn missie altijd, is altijd geweest, altijd blijven. En dat zeg ik ook tegen mijn boeker. Als hij mij moet verkopen, dan zeg ik, luister, je verkoopt niet Tim Akkerman omdat hij een hits heeft. Of dat hij een director heeft. Nee, dat verkoop ik niet. Dat wil ik ook niet. Ik wil ook niet dat hij op die manier bij mij omgaat. Nee. Ik wil zeggen, als je Tim Akkerman en die Ivy League boekt, boek je een feestje, een gezelligheid. Waar je, het één liedje komt misschien wel bekender voor dan de ander, prima. Maar je hebt gewoon een topavond. En wij geven alles. Elke avond weer. En ook al staat de zaal voor de helft gevuld, al staat het helemaal vol, al staan daar weet ik veel mensen die er echt geen zin in hebben, het maakt niet uit, dan vraag maar wat je doet, maar oké. In ieder geval. Dan moet je mee van je vrouw. Geeft... Ja, dat kan. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is wat voor mij echt zoveel belang is en dat onbetaalbaar is. En dat kan jij als geen ander beamen. Het bedoel voor jou is precies hetzelfde. Het is een wisselwerking. Zeker. Daar kan je geen DVD tegenaan gooien. Geen goede Nee, nee. En, nee, dat gaat niet. Nee, ik moet wel zeggen, het fenomeen livestream is wel toch een beetje in mijn hartje gekropen de afgelopen tijd. En dat komt vooral doordat dat je met een livestream toch ook, in ieder geval zoals ik het doe, dat iedereen doet op zijn eigen manier, onwijs interactie kan hebben met het publiek. En zeker als er veel mensen kijken. Maar ik merkte gewoon, de afgelopen weken werd dat steeds minder. Omdat weet je, op een gegeven moment kun je ze wel vanaf. En komt steeds meer vrijheid. Niet iedereen zit maar thuis op zaterdagavond. Dus dan wordt het minder. Maar als er 400-500 man kijken, dan heb ik wel zoiets van, yes, weet je. En dan voel je gewoon ook die energie. Maar dan nog, afgelopen week heb ik 3 keer op rij in Apeldoorn gespeeld. Voor 30 mensen. 3 avonden op rij. Die mensen zaten dan lekker te eten. En dan tussen de gangen door kwam ik even 20 minuutjes spelen en verhalen vertellen. En dat gaf inderdaad weer zoveel nieuwe en andere energie dan wat je met die livestreams krijgt. Dat is weer een hele andere, het is een andere vorm. Weet je wel? En dat, ik voel precies wat je zegt. Op het moment dat je het podium oploopt, dan voel je dat van het publiek. En dat smijt je weer terug in hun gezicht. En dan wordt het hopelijk de beste avond ooit. Dat is toch altijd het idee? Nou, in ieder geval, kijk, wij hebben als muzikant referentie. Hè? Want de ene avond heb je zo gespeeld, de andere keer ging dat liedje beter dan de andere keer.
Ja. Voor jezelf is dat zo net een voetbalwedstrijd. De ene keer gaat die bal alle kanten op zoals je wilt. En de andere keer gaat die bal totaal niet de richting op die je wil. Ja. En dat is met muzikant ook. Alleen, dan weet me gelukkig snel te overtuigen van... Oké, dat was gisteravond dat het lekkerder ging dan dat het nu gaat. Of andersom. Maar voor het publiek is het de allereerste keer dat ze jou zien. Dus wat misschien voor jou een mindere avond is, hoeft voor het publiek niet zo te zijn. En aanvullend even op jouw livestream, wat ik ook heb gemerkt. Ik heb het niet heel vaak gedaan, livestream optreden, omdat ik de techniek vaak niet op orde had of vond. En B, het is te klinisch voor mijn gevoel inderdaad. En terwijl ik wel voor mensen terugkreeg van wauw man, die zat gewoon in mijn huiskamer, sta je gewoon een performance te geven. Hoe kleiner en persoonlijker kan ik het niet wensen. Ja. Ja, dat is de andere kant die je dan die ik even in het begin niet meenam. Ik denk gewoon dat het livestreamen is here to stay. Alleen het zal een aanvulling worden op, weet je wel. En dat is te gek. Ik heb met Vaderdag nu, wanneer was het, eergisteren? Ja. Heb ik iets van 10 Vaderdag optredens gedaan. Gewoon vanuit hier, weet je wel. Ik begon 's ochtends om, hoe laat was het, 9:30 of zo. En dat noemde ik dan ontbijt op bed, concert. En nou, dat was in één stuk door. Het was echt lopende bandwerk. Want ik had maar 5 minuten tussen elke stream dat ik op tijd moest zijn. Dus, en dat moet je dus niet uitlopen, weet je wel. Nee. Maar dat is zo gaaf. Dat is, ja, weet je wel. En dan krijg je dan de foto's en de filmpjes krijg je dan via de app krijg je doorgestuurd van die mensen. En dan voel je dus dat het gewoon... Ja, je bent echt bij die mensen 1-op-1. Want ze kunnen dan ook gewoon... Een berichtje via de chat sturen. En nou ja, je kan daar weer op reageren. En dat is ook nu met deze podcast. Dankzij dat vermaledijde virus doen we dit nu gewoon live. En kunnen er, nou, we hebben er gemiddeld zo'n 50 mensen, 50 aansluitingen mee zitten kijken. Ja, dat is hartstikke leuk. Normaal gesproken zaten we met z'n tweeën aan een tafeltje. En dan moet je maar afwachten wat mensen ervan vinden. En nu merk je al dat mensen het in hun routine meenemen. Oh, maandag of dinsdagavond, dan is de Gitaarman het podcast live. Vind ik kicken, weet je wel. En het is gewoon houtje-touwtje producties. Lekker een beetje zitten te kutten. Met een lampje en een cameraatje. Maar het komt vanuit een goede plek. En vanuit de liefde voor ons vak eigenlijk. En niet eens zozeer de gitaar. Ik bedoel, gitaar is de aanleiding om dit soort gesprekken te hebben. Maar ja, weet je. Ik wil me niet beperken. Ik wil gewoon lekker praten over wat ons bezighoudt. En ik vond het super tof om jou... zo uitgebreid gesproken te hebben, Tim. We hebben bijna 1,5 uur zitten lullen met elkaar. En ik zie hier inderdaad Pieter Beemsterboer, die zegt 3 topavonden in Orpheus inderdaad. Die was erbij. Nou, wat leuk, Pieter, dat je erbij was. Even kijken of er nog een soort van laatste vraag is die ik jou kan stellen, waarmee we het mooi kunnen afronden. Dit vind ik wel een goede vraag. Stefan Bouwhuis, die zegt... Tim, ben je nog van plan om een theatertour te doen? En dat is volgens mij een vraag die ook even aansluit op de vraag van... moet ik me even erbij pakken? Robert, volgens mij. Ja, Robert Terpstra. Wat staat er volgend jaar allemaal op het programma, Tim? Sluiten we daar mooi mee af. Ja, dat vind ik een hele goeie. Dan ga ik wederom een nieuwe scoop geven. Want net de Esther Festival waar we mee begonnen, kan ik eindigen met een scoop. Want ja, eigenlijk zou dit mijn jubileumjaar zijn geweest. En die van mij 2020. Ook. 2020. Het is... 10 jaar geleden dat ik stopte bij de werk. 20 jaar geleden dat ik begon überhaupt als muzikant. Of dat het voor mij professioneel werk werd. En dat ga ik vormen in één show. Dat heet Tim 20 Akkerman. Is een theatervoorstelling. Alleen met de benodigde regelingen zal het net iets anders uitpakken dan dat ik had geschreven in mijn script. Dus het wordt even iets anders dan dat ik zelf was gewend. Maar in ieder geval de basis is... Dat men gewoon de 20 jaar dat ik in het vak zit, eigenlijk alle dingen die ik ooit heb aangeraakt. Dus noem het op, Buddy Holly, Tommy, Direct, Springsteen. Meerdere dingen. Ik heb natuurlijk naast Direct of binnen Direct ook naast wat liedjes gedaan met diverse artiesten. Dus die komen allemaal in dat korte tijd, komt die als een treinvaart voorbij. Dus het is een heel leuk gevarieerd programma. Te gek. En wanneer gaat dat lopen? Oktober, weet ik. En we zijn nu met de laatste handelingen bezig. Omdat ik zei, de corona-regelingen hebben natuurlijk wel voor heel veel theaters een andere aanpak gekregen. Ja. We zijn dus nu aan het uitzoeken voor hoe we dat gaan doen. Dat gaat waarschijnlijk namelijk, wat jij nu het Orpheus ook hebt gedaan, is dat het meerdere voorstellingen op één avond zullen. Dus dat zijn ze nu aan het uitzoeken. En als dat helemaal uitgewerkt is,
ja, dan komt het heel snel op al mijn socials en op mijn website te staan. En dat ga ik zelf natuurlijk ook uiteraard heel veel melden. Dus ja, ook hou het sowieso in de gaten. Maar ik zou het ook tof vinden als je het leuk vindt om mij aan te klikken bij een Facebook of Instagram of Twitter. Noem het maar op, ik ben overal te vinden. Volgen die Tim Akkerman, jongens. Want laten we wel wezen. Het is gewoon hartstikke goed. Ja. Hoe meer volgers, hoe meer vreugd. Zo is dat sowieso. Even kijken. Nou, dan hebben we nu gewoon een heel mooi rond verhaal. Dus dan start ik de eindtune. Ja, daar is die. En dan ga ik jou, Tim, hartelijk bedanken voor jouw bijdrage de afgelopen anderhalf uur. Dus ik zou zeggen, neem zo lekker nog een glaasje water. Lekker slapen dadelijk. En wij zien elkaar 19 juli. 19 juli, ESTA Festival. Dankjewel mensen thuis voor het luisteren naar Gitaarmannen de podcast. Volgende week, dinsdag 30 juni, dan heb ik een Belgische gitariste gast, namelijk Milo Meskens. Jazeker. Dat is echt een gigantisch goede gitarist. Abonneer je op deze podcast. En zeg tegen iedere gitarist en muziekliefhebber dat hij deze podcast moet checken. Tot de volgende Gitaarmannen de podcast. Doei.